AZ is geland op het vliegveld van Malaga. De Alkmaarders zullen tot en met zaterdag verblijven in Estepona, een badplaats aan de Middellandse Zee. Twee uur later dan gepland kwam AZ aan in Zuid-Spanje. Het vliegtuig had een fikse vertraging. AZ bereidt zich in Andalusië voor op de tweede seizoenshelft. 26 spelers heeft John van der Brom meegenomen, waaronder de van een zware hamstringblessure herstellende Fernando Luis. Hij zal apart van de groep werken aan zijn terugkeer. Aanvoerder Jeffrey Gouwenleeuw is er niet bij. Hij is net vader geworden van een zoon en sluit dinsdag aan bij de groep. Stijn Spierings en Achiel Vareld zijn niet in het vliegtuig gestapt. Zij mogen worden verhuurd tot aan het einde van het seizoen. Marcus Henriksen is gewoon mee met de Alkmaarders, ondanks de interesse voor hem van het Italiaanse Napoli. AZ speelt één oefenwedstrijd in Spanje. Donderdag is het Belgische club Brugge de tegenstander.